Wow, kijk, allemaal legnes. Nou mensen, ik ben in de tram. Begin van de vlog. Samen met Martijn, sowieso. En we zijn bij de halte. Pieter de Hoofdweg. Hij zegt dat we er bijna zijn. Moet je kijken. Echt niet leuk. Nee, dat is echt niet leuk. Man. Nou gewoon, dat jij zegt dat we bijna er zijn. We moeten nu fucking... Hey yo, dat is cool aan te filmen. Wow, kijk, allemaal legnes. Er is iets gebeurd. Oké, maar ik ga weer. Laat. Nou, uitchecken hoort er ook natuurlijk bij. Dat begrijp je natuurlijk wel. Zo. Dacht je even dat we anders moesten of zo? De vlog heet ook gewoon fucking legnes. Want er is alleen maar legnes. IBA. Wat maakt nou uit of ik legnes zeg of IBA? What the fuck? Nou ja, weet ik veel. Ja, weet ik ook niet. Maar mensen, we gaan nu naar stage toe. Dat is daar zo. Als ik zo wijs, dan weet jullie allemaal waar het is. Ja. En hij loopt nu een stage, hè? Fucking raar eigenlijk. Ja. Dat is echt super is raar. Maar ja. Maar ja, boeien weet je. Ja, het is bij Arthur, is goed. Oké. Okay. Mooi verhaal, doen we geen ene reet mee. Abonneer op mij. Yo, ai. Ik ga jou geen abonnees geven. Ah. We kunnen wel skeren cola halen. Oh ja, we gaan nog even skeren cola halen. Oh ja. Oh ja, daarom heb ik mijn portemonnee gepakt om te kijken of ik nog geld had. Wij zijn echt fucking skeer. Maar we gaan even naar de Albert Heijn. Mijn geld was gisteren trouwens in de metro eruit gevallen. Oh, leuk. Nou, mooi verhaal. Laat maar, dus doe geen, ze helemaal niks mee. Geen cola nou, dus. Doei doei. Zo, dat gebeurt er als je godverdomme... God, nee, we moeten er langs jongens. Dankjewel. Ja. Dag. We zien jullie binnen. Ik zie je binnen. Nou mensen. Hoi. Dan gaan we nu naar binnen. We hebben heel veel zin in natuurlijk. En what the fuck, wat druk je op een knopje? Wat doe jij Martijn? What the fuck? Nou ja, weet je, boeien. We zijn op stage en we gaan nu naar binnen. Wordt hartstikke leuk. En mijn oortje zit een soort van helemaal raar geloof ik. En het is een beetje raar. Maar jullie zien het gelukkig niet. Dus dat is goed. Nou mensen, we zijn lekker serieus bezig op kantoor. Ja, ja. Sowieso. En Arthur natuurlijk van de buurt, Bergsenhoek. En Martijn. En ik moest zeggen, Martijn van de buurt, Rotterdam. Goed zo, dat heb jij wel onthouden, jongen. Maar ja, we zijn een beetje hier zo. Ik zal een beetje de omgeving filmen. Dat is misschien wel leuk. De omgeving. Wat dan fuck? Een auto. Kijk die auto. Die heeft gewoon een hele tafel op zijn dak staan. Weet je wat Arthur op zijn brood doet hier ook? Dat uitleggen. Iets met kip. Dan nog een worst. Kaas. Mayonaise. Ketchup. Curry. Mosterd. Sla. En dan nog een boterham erop. Is gewoon een burger met Arthur. Het is toch leuk. En dan zeg je... Doei! Hij is scherp, hij is scherp. Jongens, we gaan even wat foto's maken voor zijn kanaal van Martijn. En natuurlijk even en dan ga ik voor mij ook een nieuwe banner maken voor op YouTube. Idee. Dus die zien jullie dan als deze video online. Nice, want je gaat... Wilt u even zwaaien? Oh nee, toch niet, toch niet. Toch niet. Mooi ja, ik vind zo. Dat wel ook mooi. En dan bij het water en zo. Ja, maar dus wij gaan even foto's maken. En iemand zei op Facebook, ik had de Q&A de bericht. Dus als jij nog even reageert of zo. Nee, als er een Q&A is. Er was een berichtje en er stond... heb je een keer OV'tje gepleegd? En ik dacht, what the fuck is dat dan? Ben ik met de tram gegaan of zo? Nee, OV'tje betekent overval. Ja. Wist ik veel. Ik zat bij mezelf te denken van, wat dan fuck. Ik dacht ook met de trein of die sport was gereden. Maar nee. Overval. Nou, wij gaan even daarheen. Achter dat beest staan. Ik geloof dat dat beest mij een beetje eng vindt. Niet alleen dat beest. Jij ook, hou je bek. Nou mensen, ik ga lekker naar school. En dan doe ik net zo... Oh shit. Oh shit. We zijn op school. Oh, hij is gesloten. Oh, dan kan ik weer naar huis. Voor de mensen die het grapje niet begrepen, daar is een lint. En die lint zegt dat het gesloten is. En niet die poster op de achtergrond. En niet die poster. Martijn zegt gelijk, en nu ga ik de kanaaltrailer maken. Dan weet je dat, ja. Dat hij dat staat gaat. Staat online als deze vlog online staat. Ja, ik weet niet wanneer dit vast online gaat. Maar dit is gewoon een soort van dorpje. En met dat is voor met bekende mensen. Super grappig. Behalve die school. Waar natuurlijk. Je die dicht is. Die. Ja, de ingang is gesloten. Ja. Lekker. Ze hebben wel mensen binnen, maar...
Wij gaan weer verder en 6 uur zijn we uit. Ja, nou misschien. Maar we moeten nog heel even een soort van nog filmen ook. Dus we zien jullie zo weer. Laat. Ga maar doen. Doei. Martijn, wat ben je aan het doen? Kanaaltrailer. En wanneer komt die online? Als ik klaar ben. Oké. En je bent heel erg aan het zwoegen met de tekst. Ja. Oh, die Max, hè. Ik zweer, als ik hem zou mogen killen, of dan zou ik hem echt killen, hoor. Nee, geintje, Max. Geintje. Maar Martijn. Ja. Aan het editen dus. Ja, aan het editen. Nou, oké. Okay. Leuk. Zeker waar. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, hoe doe je die tekst dan? Ja, zeg ik niet. Even een mooi sfeertje natuurlijk, hè? Een kerstboom. Hey, Rukker. Supermooi, hè? Ja, oké. Okay. Even een mooi shot van de kerstboom natuurlijk. Wow, mooie ballen zeg. Wat zeg je? Steek je neer. Ik heb het nu als bewijs dat je dat elke dag zegt. Yes, ik heb het eindelijk op beeld. Wat ga ik ermee doen? Ga ik er naar de politie mee? Ga weg, Max Kers. Yes. Oeh, ik was net op tijd. Wat is er nou, Max Kers? Ah, what the fuck. Oké, nou, wat ben je aan het doen? Aan het drinken. Dat is bloed. Jongen. Zeg maar doei. En dan, kijk, dit zit aan elkaar. En dan kan je een voice-over doen. Ja, Martijn, dat ga ik doen. Hop. Arthur ging daarin zitten trouwens. Ja, ik wou gewoon kijken wat daar was. Maar dat is het dus. Ja, leuk. Prachtig. Nou, als je een video opneemt met pizza en zo en vieze schoenen, ja, dan is het allemaal aarde natuurlijk. Godgloeiende. En dan moet je natuurlijk even een lapje gebruiken. En even alles een beetje schoonmaken. Het gaat er ook niet af of zo. What the fuck? Misschien moet ik het doekje iets natter maken. Ja, schoonmaken met Arthur. Misschien moet ik het heel erg nat maken. En dan nog een keer proberen. Gaan we proberen. Hij is nu best wel heel nat. Dit doekje. En dan gaan we even kijken of het toch nog kan. Dit, juist. Nu gaat het dus beter. Dus, wat je geleerd... Oh. Dus, wat je geleerd hebt van mij is... Als hij niet werkt, dat doekje... Dan moet je hem gewoon iets natter maken. Maar dat is logisch. En dan ben je klaar. Eindresultaat even laten zien aan jullie. Misschien vinden jullie dat wel wat leuk om te zien. Ja. Veel schoner dan daarnet. Nou mensen, moet je kijken. Toen we die pizza challenge gingen doen. Moet je kijken, dat kleine plasje. Ik dacht dat het een hele zee was. Welk plasje? Ja, dat bedoel ik. Dus ik zit zo op die stoel. Hoor ik mijn stagebegeleider opeens. Arthur. En ik dacht, oh mijn god. Nou is er een zee in de prullenbak. Nee, gewoon zo'n klein plasje. En dan moet ik opruimen. Het stinkt al, ik weet niet, als de nieren neten. Maar ja, we gaan het gewoon doen, Martijn. Toch? Ja. Als jij mij dan even filmt dat ik met mijn doekje daarin ga. Dat is goed. Dat is goed. Oké. Ga je wenteltiefjes maken? Of had je dat gedaan? Oké, hij doet niks. Oké, met hem is er niks te praten. Dan gaan we even deze prullenbak even schoonmaken. Ik vind het altijd wel belangrijk dat ik die daar binnenin niet aanraak. Dat ik dat niet aanraak. Dus dat gaan we doen. En het stinkt zo naar de netenpering. Nee. Nee, maar ik wil niet ruiken. Vandaar dat ik terugkijk.
snel water overheen. Oh. Ja. En dan is het wel afgespoeld. En dan ga ik even verder en dan kunnen jullie straks het eindresultaat zien. Stop maar de camera. Stop maar de camera hoor. Stop nou godverdomme de camera maar. Nu. Nu. Nee, nu echt even die camera stoppen. Sorry. Nee, dat is... Je filmt niet, hè? Oh, en dat pizza. Ik denk dat ik daar aan zie. Oké, stop nou even die fucked up camera, serieus. Nee, echt. Stop, stop. Ja, ik kom nu aanlopen. Oké, ik kom nu aanlopen. Mensen, leuk dat jullie hebben gekeken naar de video. Doe een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En check even Martijn, de cameraman, in de beschrijving natuurlijk. En dan zie ik jullie weer later. Ik ga weer werken. Dit niet... Zo, ja, en dan zo, en dan...